Hoi! Leuk dat jullie weer kijken, jongens, naar deze Paper Mario video. Kijk eens, er is hier een nieuwe shop gaande. Wat kan ik hier allemaal kopen dan? Glanzende hamer en de glanzende schoenen, die hebben we al. We kunnen hier ook een miniatuurtje kopen. Laten we dat doen, want die moeten we sowieso hebben voor in ons museumpie. Kunnen we dit ook kopen? Dit is een toad. We kunnen die niet kopen. Wacht, die moet ik slaan dan, denk ik. Hallo? Nice. In de vorige aflevering hebben we de eerste eindbaas verslagen. En nu gaan we naar boven. We gaan naar het rode lint. Want ik denk dus dat we dus echt daar naartoe moeten. Hier staan wel allemaal leuke mensen die van alles en nog wat aan het verkopen zijn. Ik heb een lot gekocht van 100 munten. En? Wat krijgen we? Groot geluk! We krijgen onze HP terug. Bedankt, maat. Wat kan ik bij jou kopen dan? Jij hebt accessoires? Oeh, een bronzen schild. Een bronzen hart. En een toadbel. Ik ga dit allemaal kopen. Spending those monies, G. Ik wil sowieso al die accessoires gewoon hebben. Ik wil kunnen kiezen wat ik aanzet. Een bronzen hart in de pocket. En dan nog de toadbel. En de toadbel die spoort toads op. Als je bij een toad in de buurt loopt, dan gaat het ding rinkelen. Zodat je weet dat je daar moet zoeken. Dus even kijken welke we allemaal aan kunnen zetten. Kijk, nice. We kunnen het bronzen hart aanzetten. We kunnen ook het bronzen schild aanzetten. En we kunnen die toadbel ook nog aanzetten. Dus dat is helemaal nice. Oh, is er eentje in nood? Wacht, ik loop even terug. Even kijken. Is er hier inderdaad één in nood dan? Nou, volgens mij niet. Volgens mij niet. Wat doe jij hier dan? Oh, we kunnen hier doneren. Ik heb je al genoeg geld gegeven, vriend. Ik ga niet nog meer doneren. Oh, hier is er blijkbaar eentje verstopt ergens. Oh, nice. Ze denken dat omdat ik nu sterker ben, dat ik die Goombas hier gewoon kan verslaan. Zo, hoppakee. Ja, kijk, nice. Hoppa, dan hoeven we niet meer in battles te gaan. Dit is echt ideaal. Dit is echt heel nice. Ja, er zijn hier toch echt toads te vinden. Kijk daar, oh, achter op het bord. Nice, dit is wel een lekker hulpmiddeltje hoor. Oké, moeten we dus dat lint weg zien te halen? Oké, let's go. We gaan naar boven naar die berg. Ik denk dat ik daar naartoe moet. Hallo? Of misschien niet, oké. Wacht even. Volgens mij moest ik hierop gaan staan. Ik moest natuurlijk de origantenkracht releasen. En dan kan ik misschien op die manier dat lint wel weghalen. Yo! Olivia, let's do this. Ik vind dit echt heel cool. Olivia wordt de mega Koopa. Kijk te gaan dan, jongen. Met de kroontje. Hoppa. Dit is zo vet. In de vorige aflevering heb je kunnen zien hoe ik dit behaald heb. En ik zou zeggen, doe alvast dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal als je gewoon van Nintendo houdt. Dan gaan we eens kijken wat er nu gaat gebeuren. Super. En nu schudden maar. Heel hard. Alsof het samba-ballen zijn. Let's go, Olivia. Doe je dans. Nice. Oeh, lekker rockmuziekje erbij. Lekker hoor. Cool. Oké, nu kunnen we naar de top klimmen. En hopelijk kunnen we dan dat lintje gewoon eens even lekker doorknippen. Laten we eens naar binnen gaan. Eens even kijken wat hier allemaal aan de gang is. De panoramatoren. Oeh, wie heeft deze mooie art gemaakt op die muren? Is het Donkey Kong? Ik zie een banaan. Als ik een banaan zie, denk ik gelijk aan Donkey Kong. Moet je zien hoe groot die paddenstoelen zijn. En die banaan, wat een kanjer. Genoeg voor een heel leger. Maar wacht even, ze zien er wel wat anders uit. Vind je ook niet? Ja, dit zijn inderdaad tekeningen, vriend. Oké, let's go. Laten we dit proberen te dichten, dit gat. We hebben er inderdaad aardig wat snippetjes voor nodig. Volgens mij gewoon mijn hele inventory leeg bijna. Nog één keer. Zijn we er nu? Ja, top. Oeh, kijk die tekening van King Olly hieronder. Oh, snap. Ja, Olly die is hier bezig geweest, jongens. Of is er iemand die Olly gewoon heel erg aardig vindt? Hey, Toad. Kom jij eens even uit die lift dan? Stop, je scheurt me nog aan stukken. Er moet een betere manier zijn. Ik heb geen idee, vriend. Misschien wel. Misschien dat ik deze toads even bevrijd of zo. Kunnen jullie die andere toad dan even eruit halen of niet? En nog één. Kan ik niet gewoon op het knopje drukken? Ja. Dat is hoe je hem eruit krijgt. Oké, nice. Elke keer als deze toad naar die tekening kijkt, dan denkt hij aan dat monster dat hier kwam. Hij zag er vreselijk uit. Een dun ratelend lijf en een grote muil met een hele rij slagtanden. Is dit een soort van superslang of zo? Nou, in Mario gaat het wel fixen, Toadje. Ah, ik heb geen papiertjes meer. Oké, wat gebeurt er? Ik wil naar buiten om papiertjes te halen. Oh, de deur zit klem. Nee! Maar ik heb geen papieren meer. Haal ik hier papier uit? Nee, ik haal hier alleen wel 3 toads uit. Moeten hier nog meer toads zijn? Het belletje gaat nog steeds af namelijk. Kan ik gewoon misschien met de lift? Ja, kijk, oké, we kunnen met de lift naar boven. Ja, dat is beter dan de trap. Hoeven tenminste niet te lopen. En daar gaan we. Oké, de tweede etage, die skippen we blijkbaar. We gaan gelijk helemaal door naar boven. Oké, derde etage, fietsen, matrassen, maatpakken, staafmixers en strips. Laten we maar gewoon naar boven gaan, Olivia. Holy crap! Waarom worden we aangevallen door potloden? En waarom maken jullie mijn lift kapot? Oké, hoe gaan we dit oplossen? Gewoon met mijn hamer tegenslaan? Opzouten met je potloden. Wegwezen.
Oh, nee. Nu gaan we alsnog naar beneden. Nee! Oh, snap. No. Nu moeten we alsnog lopen. Ik wil niet lopen. Oké, Goombas. Goombas! Oké, eens even kijken. Hoe gaan we dit doen? Deze zo, denk ik. Deze zo? Nee, wacht. Dat was fout. Deze moet één naar voren. Dat gaat helemaal niet goed. Nou, weet je wat? Laat maar gaan. Ik ben er blij mee. Helemaal goed zo. Hoppakee. Die zijn weg. Of niet. Hoppakee. Die zijn ook nog niet weg. Potverdorie. Hoppakee. Nou, er zijn er nog 6 over. Die gaan een of ander super aanvalletje doen. Oh, nice. Ik heb er eentje geblokt. Nice, ik heb er nog eentje geblokt. En ik heb er nog eentje geblokt. En ja, dit gaat helemaal lekker. Ik pak veel minder damage nu. Daar ben ik wel blij mee. En hoppakee, daar gaan we de laatste 2. En klaar. Nou, dat ging toch nog redelijk. Ik heb in ieder geval niet heel veel damage gepakt. Dus daar ben ik blij mee. En kijk, hoppakee. Nu hebben we papiertjes, hè. Kunnen we weer even de trap gaan maken. Is het genoeg? Het is net genoeg. Echt net. Maar nu moeten we dus zelf heel deze toren gaan opklimmen, als ik het goed heb. Oké, hier heb ik dus ook alweer snippers voor nodig. Hey, yo, Toad. Dit is de kok van deze toren. Ik had er helemaal mis in zijn restaurant. Hij durft niet eens hardop te zeggen wat er is. Ah joh, kom er maar gewoon uit, joh. Oh, je hebt een insectenplaag. We moeten de insectjes weghalen voor deze chef Toad. Oké, waar zijn die gore insecten dan? Hallo? Zitten jullie hier in die dozen? Zitten jullie hier verstopt, jongens? Zit hier wel ergens een Toad verstopt? Zit hij in de kast? Yo, Toad. Oké, laten we even gaan kijken in de keuken. Wat voor insecten zitten die hier dan? Er zat gewoon een ei in die pan. Ik zie daarboven iets gebeuren trouwens. Daarboven in dat emmertje is iets aan het spetteren. Dat is ook een Toad. Dus even kijken hoe we daar komen. Nou, in ieder geval door deze kast open te slaan. Hier is nog een Toad. Hoppakee. Oké, Toad, waar heb jij last van? Wat is er met jou aan de hand? Een van die gevouwen dingen had me over zijn schouder via de wand en het plafond in dat ding geworpen. Oh, dat is knap. Ja, dat is wel knap dat hij je helemaal daarin gooit. Maar nou weet ik dus nog steeds niet waar die insecten zijn gebleven, jongens. Ze zitten hierin, hè. Ze zitten daarin, hè. Ja, hoor. Nice. Oh, die moeten we nu even allemaal pakken. Nice. Ze gedragen zich als kakkelakken. Wat vet. Ah, ik heb al eentje zit op me. Hoe haal ik die weg? Oké, daar is er nog één. Top. Die heb ik ook. Waar haal ik deze uit die pan? Moet ik dat gas aanzetten of zo? Zit er hier eentje onder? Ja hoor. Daarboven zit er ook nog één. Kakkelakken jagen. Ja, hij zit op de muur. Pak hem. Nice. Moet ik op die pan gaan staan? Ja, ik moest op hem springen. Ik denk dat ik ze nu al heb, toch? Oh, wacht even. Hier zitten er nog veel meer, joh. Pak hem. Hoe pak ik deze die hierachter zit? Freaking cockroaches, kom hier. Gore beesten. Hoppa. Go. Daar, nog één. Pak hem. Oké, cool. Op de muur zit er ook nog één. Hoppa. Hier op het logo zit er nog één verstopt. Die hebben we ook. Nice. Ja, nou deze nog. Moet ik aan deze kant slaan? Ja, kijk, ik moet aan die kant slaan. Top. Zit hier in de kast nog één? Nee? Oh, ik ga even snel tussendoor even lekker hapje eten tussen alle kakkelakken. Tuurlijk, joh. Hè? Eet lekker op. Er zijn nog steeds kakkelakken hier ergens. Of moeten we ze Goomba-lakken noemen? Oh, kijk hier op de muur, joh. Wow, die zat echt goed verstopt. Was dat de laatste? Dat was de laatste. Lekker. Yo, mister. It's done. Alle kakkelakken zijn opgeruimd, man. We krijgen een heerlijke portie vers gesneden, knisperige snippers. Nom. Lekker, man. Dankjewel. Daarmee kunnen we de volgende stuk van de trap maken. En ik denk dat het weer echt precies genoeg moet zijn dan. Dat we hierna gewoon weer door onze snippers heen zijn. Kijk maar. Ja, het is alweer bijna klaar. Oh, wow. Oké. Die zag ik niet. Hier zat gewoon echt een blok verstopt, joh. Ik moest gewoon daar slaan met mijn hamer. Nice. Atza. En nog een tootje. Mooie toottekening. Die blauwe toot is gepikeerd. Dat hij niet op die rode toot lijkt. Oh, ik krijg nog een cadeautje van hem. Dankjewel voor je paddenstoen. Ik ga weer verder, guys. Oké. Hey, waarom zit hier een scheur aan de achterkant? Kan ik dit kapot slaan? Nee. Oké, wat is dit? Waarom kan ik hier niet in? Oké. Gaan ze gewoon raketten van bovenaf sturen? Wat? Oké, ik snap hem. Er zit hier natuurlijk een scheur. Ze moeten die raket hier insturen. Moet ik hier bovenop die raket springen? Auw. Moet ik hem met mijn hamer opslaan? Wat is de bedoeling hiervan? Oh, ik moest ze gewoon ontwijken. Aha, kijk, ik moest ze ontwijken. Ja, oké. Ik helemaal moeilijk doen. Hoppakee, 100 muntjes. En nog een keer 100 muntjes. Lekker hoor. Hier nog een keer? Nee, hier is een hartje. Nice. Oeh, en een power-up. Oh nee, dit zijn gewoon allebei hartjes. Ik dacht even dat ik nog meer leven zou krijgen, maar helaas. Willen we gewoon even op deze rode knop drukken? Gewoon voor de fun. Om te kijken wat het doet, jongens. X, snel, doe iets. Hoezo? Oh!
wacht even. Wacht even. Oké, okay, laten we gewoon rondjes gaan rennen, oké? Daar. Go, 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 go. Auw. Laat me met rust. Stop. Stop. Hou op. Ga weg. Ga weg. Met je potloodraketten. Zoveel, nee. Auw. Die stoel stond in de weg. Oh, wacht even, wacht even. Zullen we gewoon klimmen, Mario? Kom op, we gaan gewoon naar boven. We gaan gewoon naar boven. Go, 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 go. Daar! Wie doet dit? Wie is ons met die raketten aan het bestoken, man? Oké, jongens, we gaan naar boven. Wie is dit aan het doen dan? Oh, wacht even. Is het Olly zelf? Dit is het symbool van koning Olly. Misschien moeten we het lint losmaken, maar hoe? Spring er anders eens tegenaan vanaf de onderkant. Weet je zeker dat de bedoeling is? Nee. Dit werkt niet. Kun je echt niet hoger springen? Nee, ik kan niet hoger springen, Olivia. Ik kan dat niet. Oh, wacht even, wacht even, wacht even. Dit ging lekker. Alle slijpers nog aan toe. Daar had ik je bijna voor goed weggevaagd. Wie is dit? Wie doet dit? Wat is dit? Pas op. Is dit een gigantische Pokédex of zo? Het is de Killer Kliederaar kleurpotloden. Ik ben het echt beu dat cultuurbarbaren zoals jij al mijn harde werk uitwissen. Waarschijnlijk weet je zelfs niet eens wat voor een groot artiest hiervoor staat. Dat ik niks anders wacht van iemand zoals jij. Wacht, ik zal eens een artistiek lesje leren. Mijn artiestennaam is Claudius Clementinus Kleurpotloden de 12e. Met KL, zoals in klasbak. Grootmeester van het kantoor Oorlogstuig. Het wordt er niet indrukwekkender op, meneer Potlood. Waag niet om aan dat lint te komen, anders laat ik je alle kleuren van het potlodenpalet zien. Voordat ik je voorgoed wegvaag. Weet je... Kom maar op, vriend. Laten we dit gaan doen, jongens. Let's go. De battle tegen de kleurpotloden. Oké, we moeten dus voor zorgen dat we niet op die vakjes komen waar de doelwitten nu staan. We moeten dus bij die aanknop terecht zien te komen. Dat kan op zich prima als ik deze zo neerzet. Dan kan natuurlijk ook deze een beetje draaien. Nee, laat ik dit even zo draaien. Dan gaan we blijkbaar daar wel naar beneden. Ja, oké. Dit gaat goed volgens mij. Ik ga naar links, naar beneden, naar rechts. Dan zet ik hem aan. Oh nee, dan ga ik nog... Ja, dan ga ik verder naar rechts en dan kom ik op de juiste knop. Ja, helemaal top. Dit gaat goed. Let's go. Vermijd de als doelwit gemarkeerde vakken en sla van achteren op het deksel met je hamer. Oh, we moeten achter hem komen te staan. Oké. Dat is voor straks. Voor nu ga ik eerst even naar deze knop. Pak die potloden. Oké. Dat ging niet helemaal goed. Oké. Blijkbaar moet ik achter hem terechtkomen. Oh nee. Hou op. Zo, hoeveel man? Doe eens normaal. Oké, we moeten dus achter hem terechtkomen. Dat is belangrijk. Nee, oh nee, ik heb het weer fout gedaan. Misschien kan ik hem van deze kant wel met mijn hamer slaan, maar ik betwijfel het een beetje. Is het raak? Oké, het is raak. Oké, 29 HP, oké. Daar kan ik mee leven op zich. Oké, blok. Alles blokken. Lekker Mario. Top. 1 damage pakken maximaal. Heel goed. Oké, dit was een redelijke beurt. Oké, ik denk dat dit ook wel aardig gaat. Ik kom weer aan de zijkant van hem terecht volgens mij. Ik pak het kistje trouwens ook mee. Hier pak ik een hartje. Lekker, dan ben ik weer full HP. Dan pak ik hier het kistje. Ja, top. Nice. En dan kom ik nu hier terecht aan de zijkant van hem. Ga ik opnieuw met mijn hamer slaan. 12 HP. Ja, ik timede net niet goed. Potlood Venter. Doe eens even normaal, joh. Laat me met rust, man. Oké, eigenlijk moet ik dus achter hem terechtkomen. En dat gaat op deze manier lukken. Ik sta nu recht achter hem en dan kan ik hem als het goed is vanaf achter beet pakken. Ik heb nog even de hartje ook meegepakt, dus het is chill. En nu kan ik de kunstgreep dus van achter doen. Als het goed is dit de bedoeling. Als het goed is, ga ik hem hier het meest pijn mee doen. Hoppakee, doe hem dicht. Ja, en nu kan hij niks doen, want zijn deksel die zit op slot. Oeh, nice. Nu doet hij zichzelf allemaal damage. Ja, dit was lekker. Oké, dit gaat weer de goede kant op. Ik ga het weer hetzelfde doen. Ik ga naar links. Dan ga ik naar beneden, zet ik hem dus aan. Dan ga ik naar rechts, dan kom ik achter hem terecht. En dan kan ik weer diezelfde move doen als daarnet. Hoppakee, zet hem maar aan, toppie. Of ze staan nu precies aan de voorkant. Oeps. Hij is nog wel geparalyzed, dus misschien lukt dit alsnog. Ja, kijk, dit lukt alsnog. Ook al sta ik nu aan de voorkant. Hij had nog van die sterretjes om zich heen, dus hij was geparalyzed. Super nice. Oh, wat? Wat? Dit was niet de bedoeling. Hij was leeg. Oh, ik had hem gewoon moeten aanvallen. Oké, jongens, jullie kunnen een hoop leren van deze battles. Er gaat zoveel fout. Oké, dit wordt wel mooi. Ik ga naar rechts, naar beneden. Dan zet ik de double damage aan. Zet ik de knop aan. Dan onderaan ga ik weer naar rechts en dan kom ik achter hem uit. Terwijl ik een hartje pak, dan kan ik hem dus weer B pakken. Kijk maar, hoppakee. Double damage, knopje aan, naar rechts, hartje pakken.
En hoppakee. Daar gaan we weer, jongens. Daar gaan we weer. Hoppakee. Sluiten die handel. En blaas jezelf maar weer op. In 3, 2, 1. Lekker. Oké, nu wil ik niet weer dezelfde aanval doen. Nu wil ik hem gewoon op zijn bakken slaan. Oké, let's do this. We zetten in ieder geval de portal alvast aan voor de volgende beurt. Ik pak een plus 1. Ik weet nog niet precies wat die plus 1 is. En dan gaan we hem nu keihard slaan, jongens. Pak hem! 12 damage. Ah. Oh, mag nog een keer. Dat was dus die plus 1. Dan mag je hem 2 keer aanvallen. Oké, ik heb die lekker geblokt. Niet zo heel veel damage gepakt. Ja, dit gaat wel goed komen, toch? Oh, het is nu tijd voor zijn meesterwerk. Hier komt de rollende regenboog. Wat ga je doen, vriend? Wat ga je doen? Wat is dit? Wat is dit voor een of andere mitrailleur, jongen? Ik dacht dat dit goed ging komen, maar man. Ik denk dat we hem nu echt dicht moeten gaan doen. Dat we anders een probleem hebben. Oké, let's do this. Ik hoop dat ik dit goed heb gedaan. Naar beneden, double damage. Naar rechts, erachter komen. Juist. En hem dan dicht doen. En hopelijk gaat hij dan zijn super aanval op zichzelf doen. Dat zou super chill zijn. Let's go. Grijp hem. Dicht doen die handel. En dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Nee. No way. Ah. Auw. Oké, deze heb ik verdedigd. En deze ook. Oké, dit ging dus niet. Ik zal hem dus gewoon moeten gaan slaan. Oké, let's go. Ik ga nu voor de finish. Ik ga gewoon naar links en recht naar beneden. Dubbel damage en een beurt extra. En dan hoop ik hem op deze manier af te maken, jongens. In ieder geval 30 HP erbij. Dubbele beurt. Extra damage. Glanzende hamer. En slaan met die handel. Keer 2. Let's go. Nou even goed timen ook. Komt-ie. Oké, dit was een matige timing. Dit was een goede timing. Hebben we hem? We hebben hem, hè. We hebben hem. We hebben deze Pablo wannabe Picasso dude schilderij tekenset. Weet ik voor hoe je dit ding wil noemen. Mijn ergste nachtmerrie verslagen door een naamloze en faamloze klunzige kladschilder. Dit is het einde van de grootartiest Claudius Clementinus kleurpotloden de 12e. Mazzel. Hoppakee, dikke boom, jongen. En zo kunnen we het rode lint, als het goed is, weg gaan halen. Bam, bam, bam. Maak het kapot. Sloop het. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Lekker. Zo doen we dat, jongens. Samen met Olivia. Het rode lint is passé. Is weg. Hoppakee. We kunnen door naar het blauwe lint. Oh, kijk eens hoe mooi. Dit lijkt net op Ghost of Tsushima, jongen, met al die rode blaadjes. We hebben het rode lint vernietigd. Yes! En we krijgen een upgradeje, denk ik, of zo. Wat is dit voor iets moois? Grotere snipperzak. Heerlijk. Altijd al willen hebben. Dit was geweldig. We hebben allebei in gelijke mate bijgedragen aan het resultaat. Als je team opzoekt in het woordenboek, staat er vast een foto van ons bij. En Olivia die zegt ook, ja, nu naar het blauwe lint. En daarvoor moeten we natuurlijk naar die kabelbaan waar het rode lint nu weg is. Die heb je kunnen zien in de afleveringen hiervoor. Ga die even kijken als je die nog niet gekeken hebt. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. Want we zijn aan het einde van de video. En ik hoop je natuurlijk gewoon bij de volgende video weer te zien. Wil je mijn livestream gamen volgen op twitch.tv/Rickachu. En anders zie ik je gewoon de volgende keer. Mazzel!